Ja, Joop, je verliest 6-2, maar volgens mij ligt het sleutelmoment op deze wedstrijd op 3-2. Dat jullie kansen krijgen op de 3-3 en ik denk het wordt eerder 3-3 dan 4-2. Ja, vanaf dat we uit de kleedkamer komen om de tweede helft te beginnen, waren wij de meest gevaarlijke, dominante ploeg. We dicteerden de wedstrijd, stonden met 3-2 achter. En dan krijgen we kans op kans inderdaad. En het was wachten op de gelijkmaker. En als je dan toch de vierde krijgt, ja, dan geeft dat een bepaalde lading van een soort opgave-idee. En maar dat nog niet eens, hè? Want op 4-2 is de kans weer op 4-3. En dan in de tegenhelft van 5-2. Hetzelfde verhaal. Ja, maar veerkracht toonden we ook in de eerste helft. Achterstand, iedere keer weer terugkomen en een aansluiter. Als het nou van de 2-1, de 3-2 maken we dan. En we kunnen dan ook bij 4-2 de 4-3 maken. Cas Peters, Boyd Deul. Op 3-3 de kopbal die op een hana voorbij de paal gaat van Bergkamp. Je kan ze wel optellen. En, ja, dan doet de uitslag vermoeden dat we kansloos waren zijn geweest. Maar nee, heel erg geflatteerd. En in die eindfase is het te open uiteindelijk. En ik wil ook niet te veel afdoen op een scheidsrechter. Maar een klein beetje meegeholpen door lichte overtredingen waar hij niet voor fluit. En dan even meewerkt aan het feestje van Heracles, want ja, ik zeg nou niet dat we hun in het zadel hebben geholpen, want de kwetsbaarheid was duidelijk te zien en daar hadden wij van moeten profiteren. En dat hebben we niet gedaan, dat hebben we nagelaten en ja, dan krijg je zo'n uitslag waar ik wel van baal. Ja, vooral bij de 3-2 hadden we nog kans op de 3-3 en dat is een beetje een kantelmoment aan. En je kunt zeggen het is misschien een beetje geflatteerd, maar aan de andere kant ze had ook veel kansen gehad, maar ja, bij hun ging balletjes wel en bij ons niet. Was je verbaasd dat Wout Weghorst niet in de basis stond? Want ja, tegen zo'n club, dan verwacht je toch dat hij op het top gemotiveerd is. Ja, vooraf wel, omdat Avdic geblesseerd is geweest. Nog niet helemaal 100% wedstrijdfit is. Of in ieder geval in de conditie. En, maar hij was te laat, dus dat is niet echt een professionele. Terwijl hij in de krant zei dat hij dat juist wel is. Ja, hij. Ja, en dat klopt. Hij is ook heel erg intelligent over een groot aantal dingen. En dan moet hij toch weten hoe laat de wedstrijd begint. Ik dacht nog dat het zomer- of wintertijd was. Hoe zat dat? Nu ben ik wat cynisch. Maar het is niet leuk dat je van zo'n jonge jongen die nog geen levenservaring heeft, die nog geen voetbalervaring heeft, zo van leer trekt in een paar opmerkingen waar Kant nog wal slaat. Dus als hij dan zelf verzaakt in zijn professionaliteit, dan moest ik wel even gniffelen. Ja, eindelijk weer een normale goal. En dan moet hij ook een doorzetten gewoon. En moet meer voor de goal komen. En als ik een keer voor de goal kom, moet ik scherper zijn, moet ik scoren. En dat gebeurde nu wel, hè? Want het was gewoon een geweldig, een klasse doelpunt. Ja, maar ook gewoon mooi gecombineerd en het is perfect, ja. Ja, in dit geval hebben we vaak complimenten gehad van ook de tegenstander trainers en omdat we wonnen. En we krijgen hem nu weer. En dat doet ons goed. Dat willen we zo doortrekken natuurlijk. En aanstaande vrijdag is Fortuna aan de beurt. We moeten nu de beker vergeten, helaas, dat we niet in die koker zitten. Want dat vind ik nog steeds heel erg interessant en dat had erin gezeten vandaag. Maar dat is niet gelukt. Maar we gaan gewoon op dezelfde voet verder waarin wij al weken in zitten. En dat is gewoon goed spelen. En dat moeten we nu doorzetten.